Goedemorgen. Het is de vijfde Daily Fringe vandaag. Het is 11 uur, dus je kijkt weer op het goede moment. Of misschien is het wel 5 uur als je het kijkt. Kan natuurlijk ook. Delft Fringe is in volle gang. Ik hoop dat jullie ontzettend aan het genieten zijn van alle voorstellingen. En vandaag is voor mij en uiteindelijk ook voor jullie een super belangrijke dag. Want zometeen zie ik hier de wethouder van cultuur. Onze Bas. Nou, dat wordt vet gezellig. Ik ga eventjes wat vragen stellen. Ik heb het vet goed voorbereid. Ik vind het nog steeds wel spannend, zei ik gisteren ook al. Maar het is wel echt belangrijk dat we even goed in gesprek gaan met Bas. Want Delft Fringe is cultuur. Dus we gaan eens even kijken wat er allemaal moet veranderen of juist niet. Waar ben ik? Leuk weet je. Gisteren zijn we geëindigd voor de molen en nu ben ik er op. Ja, dat is echt vet. Kijk even mee. Hier zie je het prachtige plaatje Delft. Ta-ta-ta-ta. En weet je wat echt vet is? Hier is gewoon een wieken. What? Nou, dit is toch lijp, dames en heren. Oké, kijk even met mij mee naar dit fantastische uitzicht. En het leek mij een goed idee om vast te kijken of we Bas aan zien komen. Oh, trouwens, kijk, ik zie hem al. Hij zit hier gewoon al te wachten. Bas! Hey. Hi! Hij is er al. Ja, ik ben er echt super klaar voor. Jij? Bas voelt een beetje afstand. Nou, daar gaan we iets aan doen. Let's go. Oké, Bas is dus daar. Dus nu, vanaf nu doe ik super professioneel. Dus let goed op hoe dat eruit ziet. Hey Bas! Hey. Kunnen we een op afstand begroeting doen? Is goed. En wat doen we dan? Soort zoiets. Ja, en dan goed. Het liefst met een sprong. 1, 2, 3. Dit moet er soepel uit hebben gezien. Ja, dit is fantastisch. Kan je eventjes kort jezelf introduceren? Altijd leuk. Natuurlijk, ik ben Bas Vollebrecht. Ik ben sinds 2018 wethouder cultuur voor de mooie stad Delft. En naast wethouder cultuur natuurlijk trouwbezoeker van Delft Fringe Festival. Oh ja, is dat zo? Absoluut. Hoeveel jaren heb je gezien? Ik heb het vrij laat denk ik ontdekt in mijn studententijd. Want je was hier student en je bent blijven wonen in Delft? Nee, ik ben een kleine uitstapje heb ik nog gemaakt naar Utrecht en daarna weer teruggekomen naar Delft. Ah, okay, maar de laatste jaren dat ik nog student was, heb ik het gekeken. Dus ik denk zo'n 5 edities heb ik wel gevolgd. Oké. Zeker. Wat maakt Delft Fringe nou bijzonder voor jou? Ja, ik heb natuurlijk verschillende petten. Voor mij als bezoeker vind ik Fringe gaaf omdat ik nieuwe dingen ontdek. Ik ga bewust ook altijd naar zo'n verzamelavond waar je 3 dingen ziet om ook gewoon verrast te worden en nieuwe dingen te zien. Ja. Ja, als wethouder vind ik Fringe heel gaaf omdat ik het 100% bij Delft vind passen. We zijn in Delft altijd al een stad geweest waar nieuwe dingen bedacht en gemaakt worden. Nou, dat mogen we op cultureel vlak mogen we dat ook zijn. En ja, als ik dan door de loop der jaren heen kijk, dan vind ik vooral ook de stijgende lijn. Dus het wordt alleen maar groter, mooier. Ieder jaar wordt weer iets tofs erbij bedacht. Oké, mooi. Over 10 jaar hebben we volgens mij echt een geweldig festival. Nog leuker dan dat nu is. Ik ben eigenlijk echt een Delft-liefhebber geworden door Delft Fringe. Heel goed. Wat heeft Delft Fringe betekend voor de stad Delft? Of wat heeft het misschien toegevoegd? Ja, ik hoop natuurlijk dat voor meer mensen geldt. Dus dat heel veel mensen Delft ontdekken dankzij Fringe. Ik denk dat dat ook echt wel waar is, omdat Delft Fringe echt een uniek festival is. We hebben niet iets anders als Fringe in de stad. Ik vind het heel erg bij de stad passen omdat we jonge makers een podium bieden. Ja? Dus het gaat niet alleen over een festival voor bezoekers, maar ik hoop ook heel erg dat het makers helpt om weer een volgende stap te zetten. Mm-hmm. Ik denk dat wij een geweldige stad hebben die heel erg terecht leunt op historie en dat moeten we ook blijven doen. Oh, ja, dat is onze belangrijkste trots, naast natuurlijk technologie. Echt de nieuwere festivals zorgen dat er ook voor de jongeren van Delft wat te doen is. Daar vind ik dat we echt nog wel stappen kunnen zetten. Ja, zeker. Want studenten zijn altijd echt toppubliek ook Absoluut. Bij Delft Fringe. Absoluut. En er zijn natuurlijk veel studenten in Delft, dus dat is een belangrijke doelgroep. Hoe zou jij jezelf omschrijven als wethouder van cultuur? Of wat maakt jou de wethouder van cultuur? Ja, dat zou ik nooit durven uitspreken. Ja, heb ik al gedaan. Zelf. Ja, lekker. Dat scheelt. Ja, wat ik heel belangrijk vind, en is eigenlijk heel simpel, is gewoon er zijn. Dus überhaupt als er een festival is of als er een culturele activiteit is, aanwezig zijn. Dat is natuurlijk echt een fantastische rol om te hebben. Dus want jij ziet alles altijd ik bij Ik probeer Delft. Alles te zien, maar ja, dat is helaas ook niet haalbaar. Kijk uit, paaltje. Ja, en daarnaast... Oh, nee. Ja, even tussendoor. Eloy, hier achter de camera, die loopt lekker achteruit. Maar die liep lekker tegen een paaltje aan. Maar we gaan weer door. Belangrijk aanwezig zijn. En is ook tof. Is gewoon fantastisch rond te hebben. Mm-hmm. En je bent natuurlijk ook gewoon de ambassadeur voor cultuur binnen de gemeente. Dus om ook iets negatiefs uit te lichten. Het gaat financieel niet goed met de gemeente Delft. We lopen zwaar tekorten dankzij onder andere alle taken die we uitvoeren in het sociaal domein. Ja, op zo'n moment ben je degene die enigszins cultuur probeert te beschermen van weer een volgende bezuinigingsronde. Ja, enigszins minimaal.
Ja, nou, dat is altijd de inzet. Dat is altijd de inzet. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar dat weten we niet ook altijd genoeg over de bühne te brengen. Waarom ben jij wethouder van cultuur geworden? Waarom vind je het zo belangrijk wat je zegt, ik wil cultuur beschermen? Waarom is het zo belangrijk voor een gemeente? Simpel dat cultuur überhaupt het leven leuk maakt. En het is een hele grootse uitspraak. Dat is voor mij wel een van de belangrijkste dingen. Wat ik ook echt zie, en ik denk dat we dat de afgelopen jaren heel goed hebben gedaan, is dat het zorgt dat verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten. Dus ik denk dat dat ook echt wel een hele grote meerwaarde is van cultuur in algemene zin. Ja, en toch ook misschien wat platter. Het zorgt dat er wat te doen is in Delft en er mensen naar Delft komen. En daar profiteert deze hele binnenstad en al onze ondernemers heel erg van. Ja, waar ben je trots op wat je hebt bereikt? Of wat was juist dat je denkt, jammer dat het niet is gelukt? Ja, ik ga natuurlijk alleen die goede dingen noemen. Nee, dan, we willen ook als scherpe interviewer moet je dat tweede nog maar een keer vragen. Een van de tofste dingen die we gedaan hebben, juist ook cultuur, en dat deden we altijd wel als Delft, maar daar hebben we echt een stapje bij gezet, in de wijken ook gaan programmeren. Je ziet natuurlijk dat logischerwijs heel veel culturele voorzieningen hier in de binnenstad zijn. Dat zal ook altijd zo blijven, dat is ook niet erg. Alleen voor heel veel mensen die in de buitenwijken van Delft wonen, theater is er gewoon toe te brengen. Nou, dat en hopen dat je doordat je dat doet, ze ook makkelijker naar die binnenstad komt. Want de afstand in Delft, Delft is een piepkleine stad. Je bent binnen 10 minuten ben je vanaf hier in alle wijken in Delft. Alleen er is toch een soort mentale barrière om dan een keer naar het theater te gaan, een keer het Prinshof te bezoeken. En ik zou het heel gaaf zijn, en dat kan dus inderdaad door cultuur gewoon naar de mensen toe te brengen, dat we mensen eerder over die barrière heen trekken. Mooi. Vind ik ook. Wij zijn aangekomen bij een fantastisch terras. Meteen tip van de dag van Bas, die heeft dat net stiekem buiten camera aan mij verteld. Je kan dus ook Delft Fringe kijken op het terras. Op je telefoon, gewoon met oortjes. Ik er nog niet uit ben of ik dat acceptabel vind of niet. Oh, ik ga het is geen proberen tip, geen dan. Tip. Ik ga het maar proberen. Wij gaan even koffie drinken, want dat hoort erbij. Al overweeg ik absoluut thee na de gore bak van gisteren. Oh. Nice. Oké, nou, cheers. Nee, proost. Lekker, Eloy. Oké, jij dacht dat je dat een beetje had kunnen vermijden. Maar ik wil het toch graag hebben over dingen die wel jammer zijn. Zoals bijvoorbeeld bezuinigingen in kunst en cultuur. Hoe ga je nou regelen, en ik snap dat jij dat niet in je eentje kan, maar hoe moeten we nou zorgen dat er wel mogelijkheden blijven voor kunst en cultuur in Delft? Ja, blijven vertellen wat het oplevert. Dus we hebben net kort gezegd waar dat allemaal in zit. Maar dat laten zien en dat continu ook over de bühne brengen. Maar als ik dan kijk naar afgelopen bezuinigingsronde, vond ik dat eigenlijk wel. Het resultaat was niet fijn. Dus als je me vraagt naar een dieptepunt, dan vind ik de bezuinigingen van de afgelopen maanden misschien wel het diepste. Het echte dieptepunt. Het absolute dieptepunt. Maar wat daar heel goed ging, is dat wel de culturele sector van zich liet horen. Dus dat moeten we met z'n allen blijven doen. Dus dat moeten we eigenlijk meer doen? Ja, nog meer doen. Ja. Nou ja, kijk, want dat is. Ik snap wat je zegt. De cultuursector mag zichzelf ook meer laten horen. Maar het is natuurlijk twee kanten op. Dus het is zeker ook niet eerlijk om te zeggen dat de cultuursector altijd meer moet doen. Want we doen al heel veel. Absoluut. Jij benoemde ook wat je zo leuk vindt aan cultuur. Is dat er gewoon zoveel mooie dingen worden gedeeld. Dat het entertainment is. Maar cultuur is ook gewoon heel belangrijk voor verhalen en voor discussies aan de kaak stellen. En zeker. Het heeft zoveel meer impact dan misschien wordt gedacht. Ja, nu wordt het een soort speech. Dat hoeven we helemaal niet te doen. Niet, en onderschat, om je nog aan te vullen, onderschat ook niet de economische waarde van cultuur. Ja. Dan fiets ik toch even mijn economiepet erin. Maar alleen al het aantal mensen dat er werkt, de omzetten, hetgeen wat daar ook gemaakt en geproduceerd wordt. En zonder cultuur is gewoon alles saai. Absoluut. Toch? Absoluut. Alles saai. Want economie met cultuur, dan denk je, nou, wat leuk, toch? Ja, ja, zonder economie, zonder cultuur zonder is ook een hele saai. Zonder cultuur hadden we elkaar nooit ontmoet. Nee, want zeker. Dan was het gewoon alleen maar economie. Maar met cultuur, ja, top. Heel goed. Maar heel erg bedankt voor je verhaal. Bas, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze Daily Fringe. Ja, ik ben echt super vereerd dat je met ons op pad ging vandaag. Ik heb nog één hele belangrijke vraag. Wat wens jij nou Delft Fringe toe voor de toekomst? Nou, wat ik alle vrijwilligers en de hele organisatie heel erg toewens, is een fantastische editie volgend jaar die recht doet aan het 10-jarig bestaan. Want het is me echt wel een doorn in het oog dat we al die energie en al die uren die erin zitten, bijna in zo'n gek 10e jaar moeten vieren. Dus een fantastische editie volgend jaar. Ja, en vooral doorgaan op dezelfde weg. Fringe is top en dat moeten we gewoon zo houden.
Nou, amen, zou ik zeggen. En kunnen we dan eventjes nog een afsluitingsdans doen voordat je weggaat? Ja, zou ik persoonlijk erg leuk vinden. Dus ik tel tot 3 en dan doen we een afsluitingsdans. Je mag zelf weten wat je doet. Okay. Ik kies persoonlijk voor... iets muziek? Of ik doe iets muziek en ik ga ook twerken, want dat kan ik erg goed. Oké, komt ie. 1, 2, 3. Delphine. Applaus voor Bas. Nou ja, dat is niet. Bas, je mag weg. Hartelijk bedankt. En tot... Heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Doei doei. Morgen ben ik hier weer voor de 6e Daily Fringe. Oh, jongens, de tijd gaat snel. Dus je hebt echt niet heel veel dagen meer om al die dingen te gaan kijken. Dus kijk morgen, want dan ga ik praten met de vrijwilligers van Daily Fringe. Echt gewoon de draagkracht van... Is dat een woord? Tot morgen.